De wet uitvoering burgerlijke uitzonderingstoestand is met 6 maanden verlengd. De wetswijziging is gisteren in de Nationale Assemblee na bijkans 11 uur vergadering goedgekeurd met 44 algemene stemmen. De vorige versie van de wet verloopt vandaag. De gewijzigde wet wordt zondag afgekondigd. De initiatiefnemer van deze wetswijziging, Aziz Gayadin, ging in op de wetswijzigingsvoorstellen die een uitbreiding zijn van de bestaande handhavingsmodellen. In artikel 1 wordt een nieuw onderdeel, zoals de minister dat gevraagd had, toegevoegd, luidende als volgt. De in lid 1 bedoelde uitzonderingstoestand blijft van kracht voor een termijn van 12 maanden. De termijn van de uitzonderingstoestand kan door de Nationale Assemblee voor maximaal dezelfde duur worden verlengd indien de noodzaak hiertoe bestaat. Voorzitter, ik neem acte. Acte. Oké. Wordt verleend. Nogmaals, voorzitter, binnen onze grondwet is wanneer het minder zou blijken dat we binnen 3 maanden of binnen 2 maanden zouden moeten stoppen, dan komt de regering naar het parlement en dan nemen we conform ons grondwet dat besluit dat burgeruitzonderingstoestand wordt opgeheven. Aziz Gayadin. President Chandrika Prasad Santokhi riep op tot goedkeuring van deze wetswijziging. Hij zei dat de wetswijziging ook betrekking heeft op strafrechtelijke handhavingsmogelijkheden, maar dat het niet betekent dat lockdown-overtreders direct in de bak worden gegooid. Dat is niet het systeem wat we kennen in Suriname van ons handhavingsoptreden, van ons strafrechtelijk systeem. Het is een taak van de onafhankelijke rechter. De overtredingen worden geconstateerd. Daartegen kan men verbaliserend optreden. Daarvoor zijn er opsporings- en toezichthoudende autoriteiten. Maar waar er staat dat iemand een hechtenis kan krijgen van maximum 6 maanden, is een aangelegenheid van de rechter, waarbij de rechter gaat beoordelen of het een dag is, of 2 dagen zijn, of 3 dagen zijn, afhankelijk van de geconstateerde overtreding en de omstandigheden van de overtreding. Maar soms proef ik hier zo alsof vanaf vandaag, na goedkeuring van deze wet, mensen direct door de politie opgepakt kunnen worden en 6 maanden in de gevangenis geplaatst kunnen worden. Dat is niet het geval. Dat was dus president Chandrika Prasad Santokhi gisteren in de Nationale Assemblee. De gewijzigde wet is geldig tot 7 augustus 2021.